meer Feyenoord. Met mijn ogen dicht zie ik Kroes tegen Juve, Guidetti tegen het Scum en Van Hooijdonk Europees. Ruik ik de bloed van de Wolf, het gras van Beltman, de kruiddampen van de Noordzijde en overgelopen pisbakken. Ik ben Mark Benazinha, dichter, hè, bovenal, schrijver, freelance journalist, kunstenaar, podcastmaker, muzikant. Ben ik nog wat vergeten? Ik weet het niet. Volgens mij niet. Wel? En je bent een multikunstenaar. Ja, dat is het. Ja. Maar je schildert ook. Of nee, je schildert, je maakt schilderijen en... De kunsttoer heb ik daar wel eens wat van gezien. Je hebt wel eens geëxposeerd bij mij in op de Watergang. Ja. Maar dat zijn wel allemaal dingen waar een verhaal aan vast zit. En dat is eigenlijk ook wat jij eigenlijk altijd doet. Ja. Jouw werk, daar zit een verhaal aan. Ja. Ja, kijk, ik vind meestal, het hoeft natuurlijk niet, hè, een verhaal ergens achter te zitten. Maar ik vind het altijd wel leuk als er toch stiekem nog iets achter zit. Ja, dat het niet alleen het blik is, dat je denkt van, oh, dat is kick, weet je. Maar als je dan de verhaal erbij weet, dat je denkt van, wauw, dat je dan, hè, dat het echt kick is. Ja. Ja. Dat geeft een verdieping eigenlijk aan je werk. Ja, extra laag. Je was in je jongensjaren, was jij eigenlijk muzikant? Ja, ik was zanger in mijn jongensjaren. En in mijn puberteit, ja, als tiener, ja, was ik zanger, ja. Van een band en? Ja, bandjes, ja, rock, metal. Maar jij bent een geboren Berkelaar, hè? Ja. En dus die bandjes waren ook altijd hier in Berkel, in de omgeving? Nee, niet altijd. Soms wel, maar ook wel uit Rotterdam, weet je wel. Dus ja, wel uit de omgeving. Oké, want Rotterdam is jouw belangrijke grote stad geworden, ook zeker in de laatste tijd. Rotterdam is mijn stad, weet je wel. Ondanks dat ik er niet woon, ik heb natuurlijk mijn eigen kantoortje daar zo, hè, waar ik schrijf en bezig ben. Hè. Dus ik ben eigenlijk iedere dag ben ik in de stad. Dus ja, en daarvoor, en Feyenoord natuurlijk. Dus kijk, mensen, ik ben bekender in Rotterdam dan in Berkel. Feyenoorders zijn net als een Rocky-film. Ze blijven komen, ondanks alle klappen die ze krijgen. Ik ben de enige die één dichtbundel heeft gemaakt over één club en die door dus één persoon geschreven is. Ja, dat is 6 motherfucking 2, hè? Heet die dichtbundel alleen maar 62 Feyenoord gedichten. Geweldig. Ja. Voel ik warmte van fakkels, liefde en kameraden en een klein beetje die van kroketten. Hoor ik gejuich uit 1000 kelen, een helikopter landen en de knie van Dennis Irwin breken. Proef ik steeds weer opnieuw. Het leven van vroeger en van heden, van evenementenbier en vieze koffie, is maakt alles steeds naar meer. Die poëzie die is eigenlijk is eigenlijk de basis geweest van wat je nu eigenlijk meer doet. Hè? Je schrijft nu meer, alhoewel, je hebt net een nieuwe cd gemaakt, een nieuwe album. Ja, nou ja, goed, maar de teksten, de muziek, de teksten, dat zijn gewoon gedichten van mij. Ja. En ik draag ze eigenlijk ook voor op de muziek. Dus ik zing ze niet, hè. En die teksten, die komen die toevallig ook nog uit een bundel die volgend jaar verschijnt. Dan moet je even toelichten. Jij zingt niet, maar je... Ik draag voor op de muziek. Je declameert, zeg maar. Je draagt ze voor. Ja, dat, ja. Maar ja, dat is toch ook zingen? Nee, het is niet zingen. Nee, het is zeker niet. Nee, het is echt voordragen. Ja. Maar dan, ja, net iets anders. Ja, nou ja, check het maar. Het waren de drank, drugs en muziek die mij deden besluiten. Jouw poëzie, die is nogal confronterend, heb ik. Ja, confronterend, dat weet ik niet. Je probeert wel bij de mensen iets los te... Ja, en soms kan dat heel hard overkomen, maar er zit natuurlijk wel dan weer die extra laag. In, weet je wel, dat is niet wat je denkt wat je hoort. Er zit iets anders achter, weet je wel. En dan kan ik dat wel eens inderdaad... Probeer je dat uit te lokken? Ja, dat ik wel probeer uit te lokken, weet je wel. Dat mensen denken van, wat zegt die nou weer? Weet je wel, dan denk ik, ja, nou, dat heb ik... Eigenlijk is dat wel mooi, want dan gaan mensen erover nadenken. Ja, maar vaak hebben ze het nog ineens door, hè. Dat er nog iets, dan denken ze alleen, oh, dat is grappig of zo. Van, oeh, weet je, maar eigenlijk, ja... Of heftig? Ja, maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Er zit er echt dat verhaal in. Hoe was jouw tijd als gemeentedichter?
Nou ja, ik was natuurlijk de eerste. Ja, de eerste. En dat was voor iedereen heel erg wennen. Ik denk dat ik het zo... Ja. Maar ik heb er wel van genoten natuurlijk. Ja, maar jullie hebben er 2 jaar geweest. 3 jaar. Drie jaar en nog 3,5 jaar. Met de corona ben je geweest, hè? Ja. Je bent dat in principe maar 2 jaar, hè, voor 2 jaar. En dan is weer tijd voor de volgende. Door de corona is het een link naar verlengd, hè? Ja, klopt. Ja. En in principe beviel het me wel. Ja. Ja. Als ik aan de oever van de Rotte sta, kijk ik terug en zie een verdronken land. Grenzen ontstaan, door veen gestoken, waar jagers zich warmden aan vuur. Ridderskerken bouwden, slot Kranenburg straalde en door een graaf onthoofd geuzen vaarden en Spanjolen belaagden. Een gedecapiteerde tempel met een verdwenen lichaam en een rein geweten en hoekse en kabeljauwse twisten. Als ik aan de oever van de Rotte sta, droom ik in laaggelegen grenzeloos land, waar aan tafels gevuld met lokale vruchten uit Midden-Amerika en het Midden-Oosten samen thee en wijn gedronken en brood gedeeld wordt. In huizen met of zonder God, poëzie gelezen, geschreven en beleefd, in eenzelfde onderkomen en morgen. Jules Dilder en Jim Morrison van de Doors, dat zijn de 2 waardoor ik ben gaan schrijven. Weet je wel, dan lees je interviews of zo, je ziet wat op de tv van ons, hè, en dan noemen ze weer een naam. Hè, en dan ga je die opzoeken. En dan, zo kom je natuurlijk op Jules Dilder, hè, Vaandrager, Frans Vogel, Hans Sleutelaar. En heb jij Jules zelf ontmoet? Persoonlijk? Ja. We konden elkaar. Ja? Ja. Hij is ook fijn hoor. Nee, hij was Spartaan. Oh, jij Spartaan, ja. Fleur is zeker wel fijn. Ik heb een gedicht ook in dat boek van mij, weet je wel. En er staat... Er is een gedicht over, dus ik weet, over Sparta Feyenoord. Feyenoord Sparta, weet je wel. Ja. En Jules heeft een gedicht uitgeschreven. En zo van, als hij doodgaat, weet je wel, blijkt dat de hemelpoort zo op dat de poort van het kasteel lijkt, weet je wel. Zo, ja, 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 ja. Van het Sparta Stadion. Dus ik had het in een gedicht geschreven. En heeft hij ook gelezen, hè. Stond de eerste regel. Dilders hemelpoort blijkt een... is het net alsof een luchtkasteel... Nee, Dilders hemelpoort is een luchtkasteel. Weet je? Ja, dat zullen we nog wel eens zien, hè. Eén ding wil ik nog zeggen. Nou, vertel. Ik ben 1 naam vergeten te vermelden. Een dichter die je zeker moet checken. En dat is mijn vriend, dat is echt waar. En ik zeg het iedere keer weer. Dat is voor mij... is het echt Nederlandse dichter van dit moment, Daniel D. Die moet je checken, serieus. Daniel D. Daniel D. En dat is je grote... Dat is mijn vriend, maar ik vind ook, dat is de grootste, de beste dichter van Nederland op het moment. Inspireert hij jou of je op beiden? Nou, inspireert... Nee, we zijn gewoon vrienden en... We hebben samen een podcast. Maar het is niet dat wij naar elkaar kijken van... Joh, heb je een podcast samen? Ja, de Rotterdamse School en aanverwante zaken. De Rotterdamse School en aanverwante zaken? Ja. Wekelijks? Twee wekelijks. Ja. En wat behandel je dan? Boeken, poëzie, literatuur en het laatste nieuws. We lezen altijd ons een favoriet gedicht van het moment voor, weet je wel. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar het is niet zo onbelangrijk, dit. Nee, zeker niet onbelangrijk. Nee. Nou, Marijk, wij zijn hier in jouw nieuwe atelier. Kan jij even vertellen wat... Wat jij voor kunst maakt? Dat is heel divers eigenlijk. Ik ben begonnen met bronzen beelden en cementen beelden. En het is een heel proces eigenlijk is dat geweest. En nu maak ik heel wat anders. En dat zijn transparante torso's. Die vul ik met iets wat mij bezighoudt. Dus waar ik me druk over maak. En dat is eigenlijk heel wat anders dan wat ik vroeger deed. Maar daar heb ik wel heel veel technieken geleerd. En die kan ik altijd weer gebruiken. Maar waar komt dat vandaan, die creativiteit? Dat had ik eigenlijk als kind al. Ik denk dat ik een van de enigste kinderen ben op de hele wereld die een eigen ateliertje had. En dat Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 8, zo. Toen vond mijn vader eigenlijk dat ik wel een eigen ruimte nodig had. En die heeft bij de buurvrouw een stukje zolder gebietst. En dat kleine stukje, daar had ik mijn eigen hoekje. En het was ijskoud.
Maar ik heb er heerlijk kunnen werken aan de dingen die ik in mijn hoofd had zitten. En daar is eigenlijk van ontstaan. En op een gegeven moment ging ik poppen maken. En vooral Efteling-achtige poppen. Dat vond ik erg leuk om te doen. En toen ben ik bij iemand in de leer gegaan die mij van alles heeft geleerd over mallen maken. En zo is het proces eigenlijk gegroeid tot op heden. Dus het is heel divers. En heb je daar ook nog een opleiding voor gehad? Eigenlijk niet. Ik heb heel veel zelf geleerd. Maar ik ben op een gegeven moment naar de Pedagogische Academie gegaan. Omdat ik uitgeloot was op de lerarenopleiding Beeldende Vorming. Dat vond ik heel erg. Maar toen ben ik bij de Pedagogische Academie daar verder in gegaan door die vakken te kiezen. Dus toen heb ik toch eigenlijk wel de dingen kunnen doen die ik wilde doen. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Maar het meeste heb ik eigenlijk mezelf geleerd. Plus dat ik heel veel les heb gehad van een Haagse kunstenaar. Die zie je hier achter mij. En die heeft mij eigenlijk 20 jaar begeleid in het maken van kunst. Dus het is gegroeid. En je geeft zelf nu ook les, begrijp ik, hè? Ja. Ik ben leerkracht beeldende vorming op een basisschool. En daar geef ik in alle groepen les in kunst en cultuur. En dat is eigenlijk een passie van me. Ik vind het geweldig om te zien hoe kinderen helemaal blij worden als ik binnenkom. Dus dat is een goed teken. En dan hebben we hier nog de kunstenaarsbeelden. Dit is deze twee en ik heb er nog meer van. Dat zijn uit de serie Sport. Deze drie zijn uit de serie van vier en die zijn geïnspireerd naar grote kunstenaars. Ik heb me laten inspireren door de kus van Klimt, want dat is ook een kussend mannetje. En dit is de schreeuw van Munch. Ik heb nog de Denker van Rodin, maar die is verkocht. Die staat ergens in Oostenrijk. En dit is een beeld van Käthe Kollwitz en dat is de verdrietige moeder. Die is haar zoon verloren en die heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. En ze zijn van cement, want heel veel mensen gaan eraan zitten tikken en die denken van, oh, dat is metaal. Maar het is cement, maar door de patent die je erop smeert, krijg je dit roestige effect eigenlijk. En dat maak ik zelf van klei en dan ga ik een mal omheen maken. En de mal haal ik er af, klei eruit en dan ga ik met cement erin. En dan moet ik al het gips er weer afhakken, dus het is wel een heel lang proces voor ik eigenlijk een beeld heb. Wat zien we hier? Dit is de sombere kant van mij eigenlijk, want daar had ik het over. Dat zijn de transparante torso's. En het geweld, de ellende in de wereld komt eigenlijk aan de binnenkant hier naar voren toe. Dit gaat over de religie en de vrouwenonderdrukking in landen waar vrouwen niet mogen zijn wat ze willen zijn. Maar ook over kinderen. De ene kind heeft heel erg veel speelgoed en verveelt zich dood. Een ander kind heeft helemaal niks en is heel erg blij met een piepklein poppetje wat eigenlijk er niet meer uitziet. En daar komen de meest fantastische gedichten bij. Dit beeld heet Het is mijn recht, maar wat voor recht bedoel je daarmee? Ik ben zelf veganist, dus dat zit me eigenlijk een beetje hoog altijd. Dat mensen denken van ik heb gewoon recht op vlees, op een flink stuk vlees of vis op mijn bord. En we zijn een beetje van het padje op dat gebied als je ziet hoeveel leed er is onder de dieren. Wat we er allemaal mee doen om dat stukje worst op ons bord te krijgen. Dat heeft mij heel erg bezig gehouden. Dus ik denk, dat ga ik op deze manier tot uiting brengen. En uiteraard weer met een hartstikke goed gedicht. Want als je dat leest, word je eigenlijk stil. Zo gaat het wel op het moment hoe we omgaan met dieren. Dus, maar het is ook een heel mooi beeld geworden. Ja, hij is inderdaad ook nog heel erg mooi. Doe je de sombere kant van jouw werk? Waarom is dat zo? Ja, dat zit in het aard van het beestje, denk ik. Ik ben gewoon heel kritisch in wat er gebeurt allemaal in de wereld. En, waar ik verdrietig van word. En dat wil ik dan tot uiting brengen op de een of andere manier. En het aan andere mensen vertellen wat ik ervan vind. En dan stop ik dat dus in een transparante torso bijvoorbeeld. En werk je ook altijd thematisch? Ja, eigenlijk wel. In het verleden had ik het thema dans. Dan maakte ik alleen maar beelden rondom om dans. Ik heb een heel project gedraaid over de vrouwenborst. Dat is echt door heel Zoetermeer eigenlijk wel een beetje bekend geraakt. Omdat ik Zoetermeerse mensen erbij heb gehaald. Vrouwen die voor mij hun borsten aankwamen bieden voor afdrukken. Dus dat was alles rondom de borst. En ik heb de LP-hoedjes. Dat zijn koppen met hoedjes van LP's gemaakt door te smelten. En daar iets moois van te maken. En zo werk ik eigenlijk altijd wel in thema's.
ja, één is niet genoeg. Er komt er nog één en nog één en nog één, tot ik het zat ben. En wat zijn jouw nieuwe thema's? Heb je al nieuwe thema's in je hoofd? Want zo werken kunstenaars nog altijd. Ja, nee, nog niet. Ik blijf nog steeds bij mijn transparante torso's. Ik heb een serie van een stuk of 20 in mijn hoofd zitten en ik heb er nog zeker 4 te gaan. En aldoende komt het volgende waarschijnlijk wel weer op mijn pad. Dus ik weet nog niet wat dat gaat worden, maar ik weet zeker dat er wel weer een nieuwe serie aan zit te komen.